Hey yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Lego Star Wars 3. En jongens, mijn excuus als mijn keel enorm kut klinkt, maar ja, ik heb afgelopen week of zo heb ik de griep gehad. En ja, het is echt gewoon niet normaal, mijn keel is zo slecht op dit moment, hij is echt gewoon compleet verminkt. Maar ik heb jullie beloofd 4 video's per dag. Dus ik zal me er ook aan gaan houden. Maar goed, ik heb wel even een flesje water hier dat in ieder geval niet helemaal misgaat. Maar goed, wij doen vandaag dus Lego Star Wars 3. Dus laten we maar eens even een missie gaan starten. Even kijken, de laatste keer waren we achter Poco de Lesser aan geweest volgens mij. Dus dan gaan we daar maar eens even verder naar kijken. Eens even zien, wat voor missies hebben we allemaal? Oké, hij gaat nu door naar... Waar gaat hij heen in godsnaam? Legally of Terror, oké. Ik vind het helemaal prima. Wij willen Poggle pakken. Geen idee waar Count Dooku is gebleven, maar goed. Het zal allemaal wel. Die is waarschijnlijk ergens opgepakt door de federale politie of zo. Nou, Luminara en Obi-Wan. Oh, waar zijn we nou? Hé, daar hebben we Poggle in die tank zitten. Zo, ik denk dat het water in, hé. Heel slim om Dooley in je eentje achter Poggle de les eraan gaan. Super slim. Oh god, zandstorm, geweldig. Maar zoek dekking dan. Ga je dat schip of zo? My god. Hey, tempel. Hey, Junosje. Oh, dat is een standbeeld, lol. Nou, nog wat boeiend hier of? Ja, dat is heel erg. Ja, erg. Ja, eng en zo en ja. Nou, daar zal hij wel in gegaan zijn natuurlijk. What the fuck is Obi-Wan nou te doen? Hij zit een fucking zandkasteel te bouwen, man. Doe wat boeiends. We hebben wat beters te doen. God, ze zitten dit hele ding. Oh my god. Nou, Dooley zit weer in de problemen. Uiteraard. Nou. Hun zijn ook eigenlijk een keer aangekomen hier. God. Dus net was het geen zandstorm, maar nu weer wel. En oh god, daar gaan de speeders. Oké, wat nu? Oh god, hier is een complete groep hier met clones. Oh god. Zo, geef mij dit maar eens even allemaal hier. La. Zo, geld. Laten we eens kijken of we vandaag weer True Jedi kunnen worden. Dat zou cool zijn. Eens even kijken. Een tijd geleden dat ik Lego Star Wars heb gedaan, jongens. Maar ja, ik was dus ziek en ik heb überhaupt niet zoveel boeiends gedaan de afgelopen paar... Ja, dagen, überhaupt gewoon. Ik heb een beetje GTA 5 gedaan en zo. Maar goed, eens even kijken. Wat is een fancy ding hier? Een of ander gouden Geonosier ding. En jawel, we zeggen het mooi met Nederlandse uitspraak. Geonosiers. Dus ja, eens even zien. Wat is dit? Oh god, wat is dit nou? Wat moeten we doen? Ik heb echt geen idee. Ik zal eerst dat die steentjes maar kapot maken. Misschien kregen we daar geld van of zoiets. Nou, dus niet. Oh, hallo. Eens even kijken. Clones. Oh, wacht eens even. Cody, even Cody worden. Ja. Clones. Oké, nou, kom op. Hup. Nee, dat moet je hebben. Kijk, als je spet met lasers, dan worden die gouden dingen kennelijk ook vernietigd. Nou, het zal wel. Clones een beetje meehelpen. Zal het een stuk helpen. Die clones doen echt gewoon geen kut gewoon. Cody doet al het werk en die clones doen geen kut gewoon. Nou, kom op, hup. Daarop. Schiet het nou dood dan. Jezus. Oké, goed zo, eindelijk. Zo, nu kunnen wij Anakin worden als het goed is. Een Jedi jump, oké. En dat. Samen. En halle hoepla, oké. En nu, oh god, is dit kapot maken. En bouwen, oké dan. Er is trouwens ook een nieuwe game uitgekomen, Marvel Super Heroes. Maar die ga ik denk ik niet doen, want na Lego Star Wars heb ik de planning om met de oude Indiana Jones game aan de gang te gaan. Dus ja, want die is gewoon fucking cool. Even kijken, we gaan wel duwen. Oude spierkracht. Oké, Forge stelt ik helemaal niks voor. Gewoon spierkracht, oké. Maar ja, want oude Indiana Jones, die is echt gewoon master. En dan heb ik het niet over deel
deel 2 van Indiana Jones. Maar gewoon echt de OG Indiana Jones game. Die is echt master, vind ik zelf. Kijk eens aan. Nou, ondertussen hebben we dit allemaal al gekregen. Oké, wat? De ene helft. Waar is de andere helft van? Hallo? Moeten we nou hier zijn of zoiets? Eens even kijken. Is hier nog wat? Oh god. Wat moeten we nou doen? Moeten we een trappetje maken of zo? Zullen we zien. Oké, ja. Is dit maar eens oké? Okay. Omhoog. Of zo. Doe iets. Oh, dat is wel geld. Nou, kom op. Klaar mee. Kom op, elke keer. You can do this. Zo, dat kan me niet meuk. Oké, nou, zo. Nou even dit erop doen. Oké, ja. Nou, nu kunnen we als het goed is dit ding erop doen. Omhoog, daarop. Oké, kijk, nu komen we verder. Nee, wat is dit nou voor poepding? Nou, omhoog zeg ik. Omhoog, dan hier naar beneden en hier op. Zal wel. Hup, nee. Daarop. Oh god, Ronald, doe je nog allemaal op. Springen, Anakin. Nee. Echt, wat is dit voor kutsysteem? Dit is niet normaal, dit. Echt, welke iemand dit bedacht heeft, die moet zich echt schamen. Oh mijn god, ik weet niet wat ik allemaal doe, hoor, maar... Kijk, nu komen we ergens. Oké, halleluja. Godsamme, dan moet ik weer een clone hebben. Cody, regel jij dit maar. Nou, is het Anakin? Nou, Obi-Wan dan maar. Hup. Moet even dat trapje maken voor Commando Cody. Oké, functioneert dit? Als trap voor Cody? Nee, dit is niet goed. Ja, omhoog. En die kant op of zo. Weet ik het? Doe iets met dat ding. Oké. Dit is nog niet echt goed, maar goed. Kijk, dit is beter. Kijk, nu kunnen we wel Cody worden. En daarop. Kom op. Cody, doe nog gewoon even wat ik je vraag. Oké, jeez. Fijn, dat werkt nog niet. Geweldig. Je kutkloon. Move it. Oké. Hoog. En dan. Daarop. Oké, Cody. Nu moet het doen als het goed is. Verminkste trap ooit, maar dat maakt niet uit. Yes, halleluja. Oké, nou even dit doen. En zo, Cody is sterk. Ja, oké, dit is echt gewoon weer stom toeval gewoon. Oh jezus, Cody, wat doe je nou allemaal? Oké, nou, oh god. Oké, nou, wat maar even Anakin. Of, ja, Anakin. Ja, bouwen. Bouwen zeg ik, oké. Nou, eindelijk. Ik snap niet waarom Pokken niet zoveel moeite moest doen, maar het zal allemaal wel. Jee, het gaat open. Oh god, nou gaan we die catacombe in of zoiets. Kapot maken. Krijgen we geld voor, is belangrijk. Kunnen we scheepjes gaan kopen binnenkort. Even zien zo. Volgens mij moet ik binnenkort wel naar die garage kunnen. Waar al die schepen staan. Oké, nou, eens even zien. Lalalala. Oh mijn god. Wat is dat nou? Spartacus, oké. Pompidompidom. Ik merk wel niet dat ik aan het commentaten ben dat mijn stem wel beter wordt, maar... Het is nog steeds allemaal niet wat het moet zijn. Eens even kijken. Sparta! En Sparta! En Sparta! Oké. Dat is handig. Die grote Jedi-sprong doet zoveel damage op al die stenen en zo. Dat is zo nice. Kregen we geld voor. Geld! Geld! Geef mij geld. We moeten ongeveer zo rond de 100.000 hebben, denk ik. Of meer. Nee, we moeten meer hebben. Nou kijk, die kleine blauwe dingetjes hadden we wel. Zullen we zien. Oké, het is nogal spooky en freaky hier, maar... Eens even kijken zo. Ik wil wel eens weten wat dat nou precies doet dan. Die spinnenwebben. Kijk, godverdomme, veel geld voor, man. Master. Oh god, geld. Jee, man. Allemaal van die geraapten hier beneden.
Ik denk dat hij vroeger een slager heeft gewoond. Oh mijn Jezus. Wauw. Iets van een boor of zoiets. Wat de fuck is dit voor iets? Hallo. Astromech droid dat is uit de D2 can use the panels press key to activate him. Ja, dat weet ik al lang. Cody. Nog even Cody, nog even trekken. Oké, goed zo. Geen idee hoe Cody het is gelukt, maar goed, het is al. Oh god, dan moeten we natuurlijk weer die dingen spammen. Nou, dat dus niet. Oké. Hebben we er meer clones of is iedereen dood? Nou, iedereen is dood. Oké. Hebben we hier dus niks te zoeken met die dingen? Nou, gaan we maar gewoon geld verzamelen. What the fuck was dat nou? Oh, dat? Je boeven. Ja, hallo. Zo, jij ook dood. Geld. Trekken, Cody. Je kunt het. Oké, nee, niet Obi-Wan worden. Obi-Wan is poep en oud en lelijk. En dat willen we niet. Oh god, Jezus. Oké, 3 van de 5. Kregen we zo'n mini-kit dingetje voor. Even kijken. Nou, kom op, hup. Ik kreeg wel lekker veel geld voor. Nee. Dus even zien. Oké, maar perfect rond ook gewoon. Oké, goed. Nou, even dit kapot maken dan. Chop, chop. Oké. Dun. Zullen we zien zo en dat. Kijk eens aan. Oh god. Dat is 4 van de 5. Dat is nice. Zullen we zien. Dan moeten we zorgen dat we zo meteen alleen nog even nog één zo'n ding killen. En ja. Zo, we zien allemaal. Van een vaag licht of zoiets. Versteende Geonosie hoofden of zo. Kut, dat kan maar niet. Dus kijk, volgens mij moet ik die dingen maar kapot kunnen maken die boven niet. Ja. En dan kun je wel zo'n koe met de force en alles even kijken. Kun je bouwen? God, je kunt het ook nog bouwen, ook nog. Oh, wacht, er moet zo'n. Oh, dat is wel grappig, laten we dat doen. Benen. Dat is een arm. Dat is een been. Oké, dan hebben we nog een been nodig. Oké, dan het lijf erop. Ja, oké, armen. Oké, en dan hebben we nog een arm nodig. Op, nog een arm erop. Nog één. Ja, oké. En de kop. En ja, oké. Krijgen we nu wat? Oh nee, dit moest je ook doen. Oh lol. Ik dacht dat dat gewoon iets voor mini-kids was of zoiets. Oh god. Daar hebben we die zombie-meuk. Wat een spider. Een droid of zo. Kun je die dingen stuk maken? Oh, dat kan dus wel. Pff, in de film kon dat niet. Fijn, de film. In de game. Of nou ja, in de serie bedoel ik dan. Zo, choppy chop. Oké, eens even zien. Dat daar zo. Zo, daar hebben we ook geen last meer van. Wat is dit? Een gevaarlijke uil of zoiets. Van dat zal. Dun. Chop. Oké, nou, moeten we even hierheen. Moeten we even hetzelfde doen. Eens even zien. Oh, wacht, daar heb je een kloon voor nodig. Kloontje. Jij bent geen kloontje, dat is een kloontje. Oké, nou, one button. Oh ja, wauw, en dat stond daar in. Ja, super logisch. God, oh god, oh god. Laat me met rust, jij demon. Anakin worden. Oké. Anakin heeft gewoon skills. Obi-Wan niet. Dat wordt later de donkere vader. Eens even kijken. Goed, nou. Even die spookdingetjes. Of zombies zijn het eigenlijk. Of zo. Oh mijn god, Jezus. Oké, kijk eens aan. Gaat ze nog niet dood, hè? Geweldig. Misschien zit het wel eruit dat we misschien True Jedi kunnen krijgen aan het eind van deze aflevering. Het zou cool zijn, kreeg je heel veel geld voor. Ik kreeg de minikits voor en volgens mij ook nog zo'n blokje of zoiets. Ik weet het niet. Ik weet niet wat je voor True Jedi krijgt. Even zien. Ja, hallo. Ja, godsamme, sterf jullie. Oké. Nee, ha, oké. Okay. Ja, en nu? Force. Wat doet hij nou in godsnaam voor dommeheid? Oké, okay, goed. Nou, geld, geef mij geld. Sterf jij? Serieus? Zombies. Ik ben helemaal gek van die zombies. Zo, lekker geld verzamelen.
Wordt iedereen blij van. Goed. Wordt helemaal gek van die zombies. Echt niet normaal. Je hakt er één dood en dan komen er twee voor in de plek. Sterf, oké. Kom op. Oh god, daar heb je die koningin. Nee, dat ding is gehandicapt. Die is echt obese groot gewoon. Nou, daar hebben we aan Doelie hangen, maar goed. Niet dat dit iemand interesseert. What the fuck? Dat hoort door de neus te gaan, maar goed. Dat is kennelijk de koningin van de Geonosius. En natuurlijk Transformer. Nou. Gizmo, hoe doe jij nou weer hier dan? Oh god, die kat die beukt allemaal weer dingen omver. Zombie Geonosius met deze zwaarden. Oké. Wat? Ik heb geen laserzwaard meer. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Oké, nou en nu? Dat ding is echt gehandicapt, serieus. Dat schijnt volgens mij de koningin van de Geonosius. Dus what the fuck, hij gooit met eieren of zoiets. Of met stront, ik weet niet wat de fuck het mag wezen, maar het zal. Je kunt nu wel helemaal aanvallen met je force, dat is wel cool. Woesh, woesh. Wat moet ik nu doen dan in godsnaam? Ik denk niet dat ik daarin moet springen. Ik denk dat ik zo'n ei moet vangen ofzo. Nou, kom op dan. Wat, ik druk toch. Oh mijn god, wat de fuck doe ik? Oh, aha, I see. Ik zei toch dat we iets met die eieren moesten doen, waarom dacht ik al zoiets? Kom op dan met die eieren. Kom dan. Jezus, eigenlijk zo fout, maar goed. Oh. Wie heeft dat gegooid met eieren naar ons? Cody, nou zit je er helemaal onder, nee. Nou, kom op, hup. Kom dan. Het ziet er echt totaal niet uit als eieren, meer als van die hele grote rompen met weet ik het. Oké, zo, nou. Kan ik niet dood krijgen? Oké, seems legit. What the fuck doet Anneke nu? En dan nog even kapot maken. Oké. Ja, goed, zo gaat het dood. Wat moet ik nu doen? Hallo, oh, een bom! Dan schiet hij ineens bommen of zoiets. Oh, ik moet er natuurlijk bij gaan staan zo. Kijk, dan schiet hij dat ding naar ons. Hup, schiet, oké. Okay. Heb schiet er nog maar één. Ja, heel goed. In de rood. Wat? Ja, schiet er nog maar één. Oké, zo. Even daarheen met dat ding. Oké. Okay. Boom. Dank u, mevrouw de koningin Junosje dingetjes. Ding schiet ook echt zo mooi op die eieren die wij willen. Hatchaka, chaka, 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 chaka. Oké. Okay. Ik wil nog even kijken wat dat bouwding hier naar boven was. Wat is dat? Oh god, zo'n skelet van zo'n ding. Ga dood! What the fuck? What the fuck? Dat stuk. Jee! Ik zit bijna op de helft van True Jedi, dat is nice. Oké, ik kreeg geld voor die meuk, oké. Okay. Geld, geef mij geld, 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 geld. Dat moeten we niet doen. Is er nog wat te doen ofzo? Oh, nu kunnen we daar naartoe. Oké. Okay. Nu is er een brugje gebouwd voor ons. Job, oké. Okay. Jee, Luminara is vrij. God, poggel. Jee, goed zo, kloon. Neem het maar mee.
the fuck? Yeah, move it. Jee, stenen. What the fuck? Vallende stenen maken de ingang vrij. Seems legit. Oh shit. Rennen. Gewoon rennen. Mijn god. Rennen, Ronald. Jezus, daar lacht hij aan hier. God, het ziet er niet goed uit. God, Jurosius, nee, ik word hier verzwolgen, mannen. Mijn god. Dit kennen we niet uit de afleveringen. Oh god. Stenen in de weg. Eroverheen springen, Ronald. You can do this. Dat mag geen true Jedi. Jezus. We hebben Poggle kennelijk wel. Oh god. Jee, goed zo, Luminara. Jezus. What the fuck, er zat er een steen op haar of zoiets. Goed zo, nu is die helemaal dood. Wat fuck is dat nou weer? Logica. Ja, en Poggle. Oh, die is achter daar, oké. Wij hebben Poggle. Wij hebben Poggle. Jee, mannen. Jee, commander Cody. Wow, we hebben er echt weinig figuurtjes. Eens even kijken. True Jedi. Nou, hoeveel? Oh, 65%. Oh, is prima. Helemaal goed. Kijk eens even aan. Volgens mij halen we de 40.000 nog wel. Nee. Of de 400.000. Nee, halen we net niet. Nou, net niet. 11.000 ernaast. Maar goed. Jee, level complete. Finish story. Kijk eens aan. We hebben dit uitgespeeld, jongens. Dit stukje. Dat is nice. En nou moeten we nog achter Grievous, Adventress en al die meuk nog aan. Kijk, daar heb ik al Dooku. Oh, daar is die dus. Nou, hoeft hij alles kapot te maken hoor. Jee, maar dan goed zo. Tam, 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 tam. Het is niet klaar hoor. Het is maar één stukje wat klaar is. 13,4%. Dat is echt weinig, maar goed. Ja, gebouwd door dit. Ik weet het allemaal. Interessant, reet. Goed. Nou jongens, ik denk dat ik het hierbij ga laten voor vandaag. Dus jongens, als jullie van deze aflevering hebben genoten, vergeet dan alsjeblieft niet om een bootlading met groene duimpjes achter te laten. Abonneer even voor meer Lego Star Wars, jongens. En volg me even op Twitter, @ShadowGames320. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer Lego Star Wars 3. Dus ja, later mensen.